Marino Keulen van Open VLD vraagt meer respect voor het personeel van de lijn en wil dat overheden en justitie samen oplossingen zoeken. Bovendien heeft Keulen het licht gezien. Lantaarnpalen, want die kunnen volgens hem perfect dienen als laadpalen voor elektrische auto's. Welkom Marino Keulen, Vlaams parlementslid voor Open VLD, maar ook Limburger. Ja. En ja, in Limburg, laten we zeggen, is deze week de emmer voor de zoveelste keer overgelopen bij de lijn. Klopt, zware incidenten in Genk, waar dus een buschauffeur gewoon zijn werk doet en zegt tegen een reiziger, je mag niet elektronisch roken op de bus. Die man wordt dan, die buschauffeur, van zijn stoel getrokken, bont en blauw geslagen, half dood achtergelaten, daders verdwijnen. De lijn, de collega's gaan in staking, heel begrijpelijk. U begrijpt het, dus u staat erachter, achter die staking. Evident voor een liberaal. Juist, maar dit begrijp ik nu helemaal, om een signaal te geven, want laten we nu wel wezen, een veilig openbaar vervoer is de basisvoorwaarde ook om nieuwe krachten aan te trekken, om de vele pensioneringen en de vacatures die daardoor ontstaan, om die te helpen invullen en ook om nieuwe reizigers aan te trekken. Ja, want zo durf je natuurlijk de bus niet meer op. Voilà. Uw Limburgse collega Chris Janssens zei zelfs, ja, het valt weer niet op. Het waren natuurlijk allochtone jongeren, om die trom nog eens te roeren. Wat vindt u daarvan? Laten we zo zeggen, politie en gerecht moeten hier prioriteit aangeven. Ik heb daar ook eigenlijk voor gepleit. De ministers van mobiliteit, want dat probleem stelt zich ook op de NMBS, stelt zich ook bij de TEC en de MIVB in Wallonië en ja, in Brussel. We hebben nog een hele campagne van de spoorwegen nu. Juist, dat inderdaad. Gewoon met de uit. Procureurs-generaal gaan samen zitten. Geweld tegen medewerkers van de lijn moet prioriteit krijgen in het strafbeleid. Dus iedereen gaan samen zitten met de procureurs-generaal. En om te zeggen van laat dit niet zomaar voorbij gaan en zeggen van bij meneer van spreken met een alternatieve werkstraf kom je er vanaf. Ik heb dat in der tijd ook gedaan als minister van Sport wat betreft de dopinggeesel. Toen werd daar een advocaat-generaal Sabbe mee belast. Die was ook al hormoonmagistraat. En dat heeft resultaten opgeleverd. Dus met andere woorden, ze moeten een beetje uw voorbeeld volgen van wat u destijds als minister van Sport gedaan heeft. Dat vind ik eigenlijk een goede werkwijze. En de procureurs-generaal staan daarvoor open. Ze hebben dat ook destijds gedaan wat betreft overtredingen in de sfeer van stedenbouw. Zij vragen eigenlijk vaak aan het beleid, geef ons input om nieuwe accenten te leggen in het strafbeleid. En dan gaan ze ageren. En dan zullen zij ook ageren. En dat betekent dus ook dat die chauffeurs het signaal krijgen dat ze niet aan hun lot worden overgelaten. Ja, want je kan wel hard roepen, je moet ze harder aanpakken en bestraffen. Maar wat ben je daarmee in Vlaanderen? Niet veel natuurlijk. En dan is het ook een zaak natuurlijk dat mensen meehelpen daders te identificeren. Als je ergens op een onbewaakt moment gaapt waar je dat beter niet doet, of in de neus peutert wat je beter nooit doet, dan heeft iedereen dat achteraf gezien via de sociale media, gaat dat de hele wereld rond. Zelfs. En hier is nu niemand die eigenlijk daar ook maar iets van weet, geen informatie doorgeeft. Dus ook de publieke opinie, ook de omstaanders hebben dus mee een verantwoordelijkheid om daders te helpen vatten. Uw minister van Mobiliteit, Lydia Peters, ook uit Limburg trouwens, zegt nu goed, op die bussen zijn overal 80% toch al camera's, et cetera. Maar blijkbaar haalt dat ook niet veel uit, die camera's. Is dat niet een beetje een illusie om te denken dat we alles digitaal en elektronisch kunnen oplossen? Het helpt alleszins om diegenen, laten we zeggen, die aan het begin staan van een criminele carrière, om die misschien toch wat terughoudend te laten zijn. Twee, het helpt alleszins. Ziet u, hier vloekt me niet, dat is een beetje het principe. Voilà, dat principe, ook met bodycams. En twee, natuurlijk ook achteraf, als het dan toch misloopt, om daders te kunnen vatten. En vooral ontegensprekelijk bewijs te hebben. Want identificatie. We zien vandaag bij de politie tijdens zogenaamde HICAP-interventies, dat wil zeggen als zij moeten optreden, politieinspecteurs bij stakingen en ook bij grote en gevaarlijke voetbalmatchen. Op het ogenblik dat je natuurlijk de beelden hebt via de bodycam, dan kan diegene die dus met de vinger wordt gewezen, aangewezen wordt als dader ook niet meer zeggen, natuurlijk, ik ben het niet, want in de grote massa, u vergist zich. Die bodycams, ook niet evident, want dat is dan weer een federale bevoegdheid om die te mogen inschakelen, de politie aarzelt. Daar denk ik dat alle overheden meegaan. Je moet denk ik alleen een beetje opletten met die stuurcabines om daar mini-bunkers van te maken. Dat wou ik ook zeggen. Daar is iedereen het duidelijk niet over eens, van die chauffeur apart te zetten in een hokje en dan maar met de bus rijden. We hebben eigenlijk geleerd uit corona, de evaluatie, dat de reizigers, maar ook de buschauffeurs, dat eigenlijk niet prettig vonden. Die zaten toen hermetisch afgesloten omwille van de pandemie, omwille van zich, om zich te kunnen beschermen tegen dus het coronavirus. Maar achteraf zei iedereen, ja, openbaar vervoer
vervoer wil toch ook zeggen dat er een interactie is, dat daar ook... Allee, het gros van de reizigers, daar heb je nooit problemen mee natuurlijk. Maar het zijn die enkelingen natuurlijk. Het zijn die enkelingen, maar uiteraard, dan maakt dat ook mogelijk, omdat de aantallen ook niet zo groot zijn, om op te treden, om te vervolgen en ook om te berechten. Okay. Dus uw voorbeeld van als minister van Sport te volgen, dan hoor ik er bijna uit. Hebt u dan geen spijt dat u geen minister meer bent? Denk ik. Weet u, dat was natuurlijk een heel mooie tijd, maar ik ben ook heel graag het allerliefste burgemeester van Lanaken. Dat is een natuurlijke roeping. En dat is, dat is ook eigenlijk genoeg. Mijn tweede natuur en dat ga ik ook nog een tijdje blijven doen. Ik zit hier ook in het parlement. Ik heb een gigantische verantwoordelijkheid, alleen ook ervaring, maar ook eigenlijk dan de gave om vanuit de praktijk ook dingen te kunnen inbrengen in het debat. Vanuit een stuk de universiteit van het leven, lokale niveau, college van burgemeester en schepen, maar ook als gewezen minister gedurende 6 jaar. En dat geeft toch ook toegevoegde waarde. Want een ander voorstel zou kunnen zijn, als men dan toch die daders vat, dat men eigenlijk kosteloze rechtsbijstand geeft aan de slachtoffers. We doen dat ook bij de politie. En dat helpt die mensen enorm. En waarom zouden we dat dan hier niet doen? Ja, voilà. Maar dan zitten we terug, dan moet dat gesprek met federaal, met de procureurs-generaal, misschien met uw collega, maar liberaal, de minister van Justitie, Vincent van Quickenborne. Maar die gaat natuurlijk zero tolerance ten aanzien van eigenlijk alle dienaren van de publieke zaak alleen maar onderschrijven. Maar dat zou nu ook al kunnen geregeld worden. Bij de politiezones hebben we dat. En dat betekende weer van verschil wanneer inspecteurs die slachtoffer zijn geworden van geweld goede advocaten aan hun zijde hebben om dan te zorgen dat dus die daders ook niet alleen worden vervolgd, maar ook worden gestraft. Ook voor de lijn. Nee, het klopt, de Universiteit van het Leven. U bent hier actief. Wat dook er nu plotseling op? Als we niet genoeg laadpalen hebben, dan hebben we nog elektriciteitspalen met hopen langs alle straten. Die moeten we dan maar laadpalen vormen. En dat moet de minister van Vlaamse laadpalen dan ook maar organiseren? Weet u, ik denk dat alles wat elektrisch rijden betreft, emissievrij rijden, een absolute boost gaat krijgen als die elektrische wagens goedkoper worden. Nu is een doorsneewagen nog altijd 8 tot 10 tot 11, 12.000 euro duurder. Wat bestelwagens betreft is dat vaak bijna dubbel zo duur dan de benzine- of de dieselvariant. En er is ook een probleem met de oplaadpunten. Ja, want dat is het grote vraagteken waarom mensen geen auto elektrisch willen kopen. Waar kan ik mijn stekker insteken? En daar moet ook onderzocht worden en dat moet haalbaar zijn om dat te doen via eigenlijk laadpalen die gebruikt worden voor de openbare verlichting. Dat moet dus absoluut mogelijk zijn. Technisch zijn dat uitdagingen, maar we maken daar iedere maand ook stappen, gigantische stappen of sprongen voorwaarts. Ook dit is zo een van die dingen om die capaciteit op te drijven. Wat Poetin heeft gedaan is wreed en onmenselijk in Oekraïne, maar heeft natuurlijk aan alles wat te maken heeft met al alternatieve energievoorziening en verstrekking en de uitdaging om daar nu grote stappen voorwaarts te zetten ook een enorme impuls aan gegeven. Ja, wat moet het nu toch Poetin niet als het goede voorbeeld nemen? Nee, absoluut niet, want dat is een vreedaar tot en met en verdient dus terecht inderdaad voor misdaden tegen de menselijkheid voor dat internationaal strafhof in Den Haag te moeten verschijnen. Maar ik denk dus dat we nu die stap hebben gezet en de toekomst zal dus zijn inderdaad alternatieve energieverstrekking via zon, via dus lucht, via water aan de ene kant, wind aan de ene kant en aan de andere kant voor restant nucleaire energie. Maar daar kunnen we dus op het vlak van de alternatieven, als we daar technologisch een beetje ambitieus zijn en de potentialiteit van alles wat we hebben, onder meer die laadpalen, dat ook echt uitputten, kunnen we echt megastappen voorwaarts zetten. Oké, en wie dan schrik heeft om een elektrische wagen te kopen, die kan dan rekenen op Marino Keulen. En ook de mensen van de lijn, die moeten nu eindelijk respect krijgen wat ze ook verdienen. Bedankt voor het gesprek, Marino Keulen. Graag gedaan.